Het ministerie van Handel en Industrie heeft in het kader van consumentenbewustwordingsactiviteiten een informatiesessie gehouden bij het districtscommissariaat Atjoni. Deze informatiesessie is gehouden door de werkarmen van het ministerie, met name de afdeling Consumentenzaken, de Economische Controledienst, de Dienst Waarborg en Eikwezen en het Surinaams Standaardenbureau. Deze informatiesessies worden in verschillende districten gehouden om mensen bewust te maken van de regelgeving van de Economische Controledienst. De interne markt is één van de onderdirectoraten van HI en het ministerie wil deze markt zoveel als mogelijk economisch in balans houden. Danielle Sumter, onderdirecteur van de interne markt, zegt dat er bij de uitvoering van het beleid ook aandacht besteed moet worden aan de informatie die er de samenleving geeft. Sumter geeft verder aan dat de informatie wordt gegeven door de afdelingen die te maken hebben met de controle op economische delicten. En die zijn allemaal hier gekomen om dus eigenlijk met de ambtenaren te zitten. De ambtenaren van dependance Atjoni en de districtsambtenaren. Om dan eigenlijk te vertellen over wat het werk inhoudt. Wat de wettelijke bevoegdheden zijn, hoe ver reiken ze, wat maken ze mee. En dan geven ze aan uit hun professionaliteit wat ze dus eigenlijk ook nog aanbevelen dat de mensen moeten doen. Opmerkingen die hier en in elk district genomen worden, worden dan eigenlijk meegebracht in ons evaluatierapport. Omdat we dan hebben gemerkt dat er is een hele sterke behoefte. Elk district verschilt. Atjoni heeft bijvoorbeeld heel veel aspecten met betrekking tot mogelijkerwijs vervallen goederen. We merken dat er hier eigenlijk een dumpplaats is. Doordat bepaalde economisch gevoelige producten, zoals brandstof, heeft ze gevoeligheid hier omdat de mensen en de boten afhankelijk zijn van de mensen die dat leveren. Dat is dus Danielle Sumter, onderdirecteur van de interne markt van Handel en Industrie. Erwin Jokarso, onderzoeksambtenaar van de Economische Controledienst, zegt dat er vaak vervallen producten ten verkoop worden aangeboden te Atjoni. We hebben het vermoeden dat winkeliers hier, ondernemers, zich het niet zo nauw nemen met de volksgezondheid van de mensen. Of het kan zo zijn dat men niet kan lezen, of men doet het opzettelijk omdat men denkt dat hier in de buurt toch er vrijwel geen controle is. Maar de ondernemers mogen hun borsten nat maken omdat wij van het ministerie van de Industrie in samenwerking met de overige ministeries we het achterland nu voortaan of vanaf het afgelopen jaar frequent aandoen om controles uit te oefenen. Dus dat is een van de problemen, dus vervallen producten. Aldus Erwin Jokarso, onderzoeksambtenaar van de Economische Controledienst. Hij sprak vanmorgen tijdens de informatiesessies van het ministerie van HI en wel te Atjoni.